Hoi, leuk dat naar mijn filmpje komt. Nu laat ik je zien hoe ik dit kaartje maak, hè? Een famke. Je hoort mij natuurlijk een jonkje kaartje. Maar eerst wil ik je zien laten welke verschillende losse letter alfabetten wij hebben van stemmingen. Zodat die eigen tekst mijtje kerst. Liberal alfabet hebben we. Verschillende stempels. Losse lettertjes. Die is 14. Fotopolymeer, dus ik heb mooi en wij stempelst. En daarvan heb ik dit kaartje maken. Misschien haast de masjoen op mijn site. Letterskip. We hebben de layer het letteralfabet. Deze letters ben wat grutter. Ik, trotszichtig. Fotopolymeer. We hebben letters for you. Die ben ik fotopolymeer. En die ben heel groot. En daarbij vies nog frameless large letters. Deze kerst uitstansen met de big shot. En op het kaartje van Hewitt broek ik brushwork alfabet. Daar ben grote letters en lietsere lettertjes. De sterkers heb ik stempelen met het sterke uit de tin of cards stempelset. En het stempeltje komt uit Something for Baby. En die heb ik uitstans met Baby First Framelits. Ik begin altijd met de basiskaart. Daarvoor heb ik een A4'er door de midden snijd. En rilt op 14,8 cm. Daarop komt een stukje designpapier in kleur Marina Mist. Een stukje cardstock, Whisper White, en deze is 8 cm bij 12 en een heel. En op dit liedje stukje ik stempel in. Ik zal eerst beginnen met de tekst. Een jonkje. Daarvoor broek ik deze stempelset. Ik zal even de lettertjes eruit halen. Even zien waar de J is. Hier. Deze kerst sta op die stempelblokje plakken. De O N K J en de E en de I en de N hier daar al. Ik broek Stamping Up inkt Marina Mist kleur. En ik loop eerst even een lijntje op mijn papierke, want anders stempel ik misschien scheef. Nee, stempel ik eens die gewoon uitgummen. Ik begin met de letter J. Deze plak ik op een kleerblokje. En dan stempel ik hem. Ik moet even steren, want anders ken ik het net zo goed zien. Daarna pak ik de O. We hebben inkt. En deze stempeltjes maak ik straks in, maar ik maak het eerst even oud met stempelje.
Het leuke van die losse letters is dus dat ze een eigen kaartje meidje kerst. Kerst natuurlijk heel goed ik het namen van het jonkje of het famke op de kaart zetten. En hierboven doe ik een. Even het losse haan. En hier is die tekstje. Deze stempel die ik beinkten, maar dan mij de stamping right markers in Cajun Grace en Marina Mist. En daarvoor pak ik het liedse briefje. Ik geef mij de stift. Hele we erom. Op de stempel. Eerst mijn blauw. En nou mijn Cajun Grace. Het is een beetje reetsteenachtige kleur. Hele leuke combinatie, mijn blauw. En dan stempel ik hem op het liedje witte briefje. Dit kaartje plak ik straks hierop, maar eerst geef ik even de sterke stempelen. Mijn crumb cake inkt. Dit sterke komt uit de Tin of Cards stempelset. En plak ik stempelen gewoon willekeurig op mijn kaartje. Deze komt er zo meteen op. Doe nog even hier een sterke. Dan kom je even het lijntje uit. Lik het eraan hoor, dat het er nog op staat. En dan plak ik die op deze. En daarvoor gebruik ik dimensionals. Dit zijn foamblokjes. Die plak ik op de achterkant van het witte kaartstok. En zit een schermlaagje op die steun. Au, hel je must. Soms wil het net zo goed. Die zijn papieren 12 verschillende kanten. Blomkes en deze had streepjes. Blomkes is net zo mooi voor jonkjes. Dus ik dacht. De streepjes. Is het wel een beetje rood? Ja. En dit plak ik dan weer op de basiskaart. Daarvoor gebruik ik dezelfde dimensionals. Kaart is bij mij te zien een heel bij 4,8 dubbel fout. Dus dan is het designpapier heb ik gesnijd op te zien bij 4,3. Deze lis ik even aan de kant, want ik ga even mijn stempeltje uitstansen bij de Baby First Frame Lids. Daarvoor gebruik ik de Big Shots. En een magnetisch platform. Op deze platform
kleden die vreemdelijks net vlot. Eerst even een voorzichtige plaat erop. Dan die stempel. En dan lis ik de vreemdelijk erop. Dan weer een voorzichtige stempel. En dan draai ik hem door de Big Shot. En dan shut hij dus uit. Deze plak ik hier op. Maar eerst dan pak ik er nog even een touwtje. En die bind ik eromheen. Hè. Daarvoor gebruik ik Thick Whisper White Baker's Twine. Bij het Famke kaart heb ik daar een strikje in die in. Maar ik doe het nou maar een knoopje. Knip ik een stukje af. Nog een keer. Zo. En deze plak ik wel op de kaart met een dimensional. Als versiering heb ik de White Pearls Accents gebruikt. Deze ben wit. En als ik hem er dan oud haal, dan haal ik het witte achterkantje er oud. En dan is het voorzichtig. En ik gebruik daarvoor Fine Tube Tip Glue Pen. Deze ben zelfklevend, maar omdat het witte achterkantje erachter bij helst, plakt het dus net meer. Dus dan broek ik deze. Ik kniep er een lidspietje in. En dan plak ik die erop. Ho. En ik wil hier nog in. Het is wel een beetje een gefriemel. Maar op zich lukt het wel heel goed. Ik heb ze natuurlijk wit op wit plakken. Nou, zuster misschien net zo. Maar ik vind het wel leuk als ze voorzichtig willen. Nou, dit weer het kaartje. Een jonkje. En een famke. Ik vond het leuk dat Steven Stewart zegt, Stewart. Als ze het leuk vies dan en haast vragen, mag ze me altijd e-mail sturen. En onderin het beeldje is nou mijn e-mailadres. Ik bedank die hartelijk en graag tot de volgende keer. Hoi!